Oh, fijne mensen. Stress, stress, stress vandaag weer. Een van mijn jongens, die normaal altijd dingen van me aanneemt, maar die komen met problemen met mij, noem maar op. Maar ik had een afspraak gemaakt bij Ierzorg, 4:15, voor die speed te laten testen. Maar het moest 150 milligram zijn. Had ik niet, te weinig. Dus die vriend zou komen, ik zeg, neem er een beetje mee van die troep. Maar ik wil weten wat het is, ik heb 4:15 afspraak. Vervolgens te laden en zo. Maar ook met tips voor andere dingen wat ik gegeten heb van de week. Gaan ze dan bij anderen en dan doen ze dat wat die anderen zeggen, terwijl ze er geen fok aan hebben. En dan zeg ik van, vraag mij dan ook niet, maar vraag mij niet, maar laat eens jullie problemen hebben als jullie toch wat anders doen. Ik zeg, kom vanavond niet, blijf weg en zo. Goed gemaakt, alles is uiteindelijk goed gekomen. Ja, het zijn jongere jongens, voor wij, maar toch, ik voel me dan niet serieus geloof. Waar, dan moet ik nog zeggen, die teringleiders van Police for Freedom, ze zouden maandag hier, of zaterdag zo hier in Nijmegen een loop zijn. En op het laatste moment wordt er weer zaterdagochtend om 7 uur bekendgemaakt, net zoals vorige keer en zo. Fuck jullie man, wat denken jullie? Dat ik het spul toch wil doen? Als ik dat had willen doen, was ik wel bij die fucking scouting gegaan, die pedofiele van de scouting. Waar ik ook van flipte toen ik zijn krans op de dam zag liggen, die pedofiele club. Maar goed, ik denk ik ga zoeken wat die loop is zaterdag om 12 uur, mafkezen. Kom je nog wat te spreken, Dennis? Verder hebben we alle drie een brief op een A4 even wat geschreven. Voor Oosin Bijwassein. Ik heb met Bijwassein heb ik in 2013 in Heurgewaas gezeten. Die man zit onschuldig door pedofiele van Demming. Dus we hebben met z'n drieën wat kort op een A4'tje gestuurd, gezet en dan ga ik opsturen aan Bijwassein. En vindt hij leuk dat hij support heeft en zo. Kan iedereen doen. Stuur een brief van Bijwassein, vindt hij geweldig. Zag Dries Roelf, of die zoon van Dries Roelbeek, Danny of die andere, weet ik niet meer. Die zei, ja, we zijn toch vrij in Nederland, we hoeven niet bang te zijn naar buiten te komen en een bom daar neer wordt gegooid en zo, weet je. Dat denk ik gozer. Denk eens na. Kagen die allemaal zeggen, we moeten een voorbeeld aan Israël nemen. Waar je niet meer naar buiten mag als je niet gevaccineerd bent. Waar je niet meer naar de winkel mag als je niet gevaccineerd bent. En die zeggen, we zijn vrij. Ze hebben 4 en 5 mei, eergisteren, hebben ze bekendgemaakt dat je ook in het binnenland een vaccinatiepaspoort moet hebben. Waar ben je dan vrij? We hebben geen vrijheid meer, al 80 jaar niet. Allemaal onzin geweest. Mafke, dan zeg zo'n maffe zoon van de Roel, vind ik dat. Die weet sowieso niet wat hij over praat. Verder, veel support toch wel op Facebook. Ik ben nog steeds niet eraf gewoon een halve week. Want ik zeg natuurlijk daar wel wat ik wil en wat ik vind. En sommige mensen, ja, je hebt gelijk, klopt helemaal. Terwijl anderen zeggen, je bent een complotdenker, en cetera, en cetera. Het zijn complotten, maar dat snappen ze niet. Dus ja, dan worden wij als terroristen neergezet, de wapies. Maar weet je wat? Dick Schoof. De grote man bij NCTV. Worden lang in de gaten gehouden, dat weet ik. Ben altijd gevaar geweest voor de maatschappij, zei de rechtsorde. De rechter en zo. Is niet zo, weet iedereen. Maar nou, behoor ik met 100.000 anderen. Tot Nederlands terroristen. Alleen omdat wij er waren, kennen hem op onderzoek zijn uitgegaan. Ze gaan in juli gaan ze hetzelfde doen wat ze met event 201 hebben gedaan. 201. Dat gaat ook uitgevoerd worden. Internet valt uit, alles. Onder het mom van terroristenbestrijding. Iedereen kan het filmpje zien. Toen Klaus Schwab tot de 9e satanische cirkel groter is geworden met zijn uniform en zo. Mensen weten het allemaal. Fuck jou, Dirk Schroef. En nou? Trouwens, ik ben gestopt met roken. Ik heb vandaag maar één puntje gerookt vanmorgen. Van 4 uur 2 hijsen. En vanavond 2 blootjes met mijn vriend. En die rook ik nog op. Maar ik heb vanavond 4,5 liters gedronken en ik heb het er tussendoor niet gerookt. Normaal als je bier drinkt, rook je ook. Dus gaat de goede kant op. Moet het doen voor mijn longen. Verder, mensen, blijf vechten. We zitten op nummer 7 van het COVID roadmap. Het gaat er 12. In Israël hebben ze de meeste al een chippy. En dat willen ze hier ook doen. Kaak zei het al. Neem een voorbeeld uit Israël. Never, nooit toch.
geen kar in Den Haag.